Welkom bij de kenmerkende aspecten van hoofdstuk 9, tijd van wereldoorlogen. Om te beginnen het kenmerkende aspect van de rol van de moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. Als we naar dit tijdvak kijken, zien we dat propaganda een hele belangrijke rol speelt. Met propaganda bedoelen we dan reclame om jezelf nog veel mooier te maken dan je bent, of reclame om je tegenstander zwart te maken. En de beste voorbeelden van die propaganda in deze tijd, dat waren bijvoorbeeld Adolf Hitler of Jozef Stalin. En ook Benito Mussolini, de fascistische leider uit Italië, die kon er wat van. Ze lieten zich graag afbeelden met kinderen, zodat ze een grote kindervriend leken, of dat ze een grote dierenvriend waren. Ze moesten er sterk en krachtig op staan. En je ziet dat die propaganda een steeds grotere rol gaat spelen. Wat de nazi's, de NSDAP van Hitler heel goed doet, is ook het organiseren van gigantische massa-bijeenkomsten. Bijeenkomsten die ze een beetje hadden afgekeken van de Romeinen, die dat ook deden met veel vlaggen, veel militairen, indrukwekkende organisaties. Ja, en iedereen die zo'n massa-bijeenkomst bekijkt, of sterker nog, misschien wel erbij is, die moet wel overtuigd worden van de kracht van het nieuwe systeem, in dit geval de nazi's. Wat je ook ziet in dit tijdvak is ook een beetje de rol al van de nieuwe media. En Hitler wist daar heel goed gebruik van te maken. Op de foto rechts naast Hitler zie je Leni Riefenstahl staan. Dat is een filmregisseur en die maakte een bekende film voor Hitler, waarin hij zijn propaganda-ideeën heel goed uiteen kon zetten. Die film die werd in de bioscoop uitgezonden en werd door heel veel mensen bekeken. En zo zie je ook dat behalve posters en bijeenkomsten, ook de media, in dit geval de film, een steeds grotere rol gaat spelen bij die propaganda en die communicatie. Nou, we hadden het net al over Hitler, over Stalin, over Mussolini. Nou, bij het volgende kenmerkend aspect gaat het over het in de praktijk brengen van de totalitaire ideeën en dan vooral van het communisme en het fascisme, schuine streep, nationaal socialisme. Nou, dan gaat het eigenlijk altijd over totalitaire stromingen waarbij er één sterke leider is. Op het plaatje zie je er een aantal: Stalin, Hitler, Mao staat er ook op, Mussolini en de leider in Noord-Korea. Je ziet dat er binnen een totalitaire ideologie de behoefte is om de gedachten van alle mensen te controleren. En dan moet je dus ook de media controleren en bepalen wat er wel en vooral wat er niet in de kranten mag komen te staan. En dat zie je bij alle drie van deze regimes gebeuren. De kranten, de media worden gecontroleerd. Je ziet dat geweld wordt verheerlijkt en dat mensen ook wel worden bang gemaakt. Angst en terreur is wel een onderdeel van deze totalitaire ideologieën. En bijna allemaal hadden ze wel een soort van knokploeg. Hè? Hier zie je de knokploeg van de fascisten uit Italië. Maar ook Hitler had de SA en de SS. En de communisten hadden op een gegeven moment onder Stalin een gigantische grote geheime dienst die iedereen op straat herkende als ze er rondliepen. Wat je ook ziet is dat als dan die geheime dienst moet optreden, dat binnen deze stromingen tegenstanders meedogenloos uit de weg worden geruimd. Dat zie je hier bijvoorbeeld in strafkampen in de Sovjet-Unie, maar ook tegenstanders van Hitler en van Mussolini werden zonder proces opgepakt, veroordeeld en soms zelfs gedood. In dit tijdvak is ook de crisis van het wereldkapitalisme heel erg belangrijk. En die crisis begint eigenlijk in de VS. De VS was op dat moment het meest belangrijke land. En in 1929 crashte daar de beurs, de beurskracht zoals dat heette. En omdat eigenlijk alle landen ter wereld wel handelden met de VS, merkten alle landen hier iets van. In eerste instantie in de VS ontstond er een gigantische werkloosheid. Heel veel mensen kwamen zonder baan te zitten. En dat verspreidde zich dus al heel snel naar de rest van de wereld. Bijvoorbeeld ook in Nederland. Nou, onderdeel van het kenmerkende aspect is ook de vraag, hoe komen we weer uit de crisis? Nou, in de VS hadden ze daar president Roosevelt voor, die met het plan kwam van de New Deal, een nieuwe aanpak om met de economie bezig te zijn. Maar ook in Nederland hadden we daar een aanpak voor. In Nederland hadden wij meneer Colijn, die het allemaal wat saaier deed. Die wilde namelijk gewoon bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Maar je ziet dat de wereldcrisis en het uit die wereldcrisis komen een belangrijk onderdeel is van dit tijdvak. Nou, je kan er bijna niet omheen, maar een van de kenmerkende aspecten, dat zijn toch echt de twee wereldoorlogen. Nou, om die zo samen te vatten bij een kenmerkend aspect is heel erg lastig. Maar we hebben om te beginnen de Eerste Wereldoorlog
de Grote Oorlog of de Loopgravenoorlog, zoals deze oorlog ook wel wordt genoemd. En in tweede instantie hebben wij de oorlog die heel anders is dan de Eerste Wereldoorlog, namelijk de Tweede Wereldoorlog. En waarbij het bij de Eerste Wereldoorlog heel statisch was, mensen in loopgraven tegenover elkaar lagen, was het in de Tweede Wereldoorlog juist heel erg dynamisch. Hadden we een blitzkriegoorlog, een oorlog met vliegtuigen, tanks en infanterie tegelijkertijd. En uiteindelijk eindigde de Tweede Wereldoorlog ook op een andere manier, in ieder geval in de wereld, in ieder geval in Azië. En dat was met de atoombom, waar we zo nog wel eventjes op terugkomen. Een ander kenmerkend aspect, belangrijk kenmerkend aspect, en misschien wel het belangrijkste als je kijkt welke rare vergelijkingen mensen in deze tijd allemaal wel niet maken, dat is het vijfde kenmerkend aspect wat ik behandel, namelijk racisme en discriminatie die leiden tot genocide en in het bijzonder tegen de Joden. In het begin zag je dat Joden heel langzaam in dit tijdvak werden uitgesloten van de rest van de samenleving. Ze moesten in aparte wijken gaan wonen, ze moesten Jodensterren dragen op hun kleding en ze werden op een gegeven moment opgepakt met groepen tegelijkertijd om te gaan werken in de zogenaamde werkkampen. Nou, in Nederland werden die mensen opgevangen in kamp Westerbork, waar hier een afbeelding van is, en heel veel mensen kwamen in een vernietigingskamp terecht, wat helemaal geen werkkamp was, bijvoorbeeld Auschwitz, hier op het plaatje. Met als resultaat dat zeker 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven en zijn overleden, wat we de Holocaust noemen. En dit was gewoon een volkerenmoord, een genocide, wat een belangrijk kenmerk is van dit tijdvak. Als we verder kijken, dan staat ook de bezetting van Nederland erbij. En in eerste instantie was die bezetting hartstikke leuk. Duitsers waren net toeristen hier, ze rekenden heel keurig hun ijsje af, waren heel aardig voor de Nederlandse bevolking. En je ziet ook dat een groep van de mensen daar ook blij mee is. Je hebt NSB'ers die blij zijn met de komst van de Duitsers. De NSB was een politieke partij onder leiding van Anton Mussert. En die waren blij met de aanwezigheid van de Duitsers. Aan de andere kant zag je in Nederland ook mensen die zich verzetten. En dat verzet dat kon soms heel klein zijn door bijvoorbeeld de was op te hangen in de kleuren van de Nederlandse vlag. Maar kon ook zo groot zijn dat soms zelfs Duitsers of vriendjes van Duitsers werden geliquideerd. Wat je hier op het plaatje ziet. Nou, belangrijk voor dit kenmerkende aspect is dat een groot deel van Nederland gewoon zijn eigen ding bleef doen, doorleefde. En dat een klein deel, zo'n procent of 5, ervoor koos om lid te worden van de NSB. Een partij die dus leek op die van Hitler. En zo'n 5% koos ervoor om bij het verzet te gaan. Ook in het tijdvak zijn de verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogsvoering. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke dingen bij dit kenmerkende aspect. In eerste instantie de nog niet eerder vertoonde vernietiging van steden. Hier zie je bijvoorbeeld Dresden, een van de steden in Duitsland die het meest is getroffen door Engelse bombardementen. En dan hebben we het over schade aan de ene kant en aan de andere kant kunnen we er ook niet omheen dat er ook aan de in Azië ook grote schade was. In dit geval trouwens zijn het allebei schade gevallen of zijn dit allemaal slachtoffers aan de kant van de Duitsers of van de Japanners. Maar ook in Londen, maar in Franse steden zijn ontzettende vernietigingen aangebracht. En dan zijn we ook meteen aangekomen bij het tweede puntje van het kenmerkende aspect. Want deze manier van oorlogsvoering was nieuw. Burgers werden getroffen. Huizen werden kapot gemaakt, burgers moesten schuilen voor bombardementen. Burgers werden ontzettend geraakt bij die atoombom in Hiroshima en Nagasaki, die werd gegooid in Japan. En dat maakte deze oorlog anders dan andere oorlogen. En we noemen dat ook een totale oorlog. En de betrokkenheid van de burgerbevolking was dus gigantisch. Ook in het hele sociale leven veranderde er van alles. De mannen waren aan het vechten, de vrouwen bleven over. En die moesten eigenlijk alles runnen. En dat zorgde ook voor veel verandering in het leven van de mensen in die tijd. Als laatste, dan zien we ook nog de vormen van verzet tegen het West-Europees imperialisme, de bemoeienis van Europese landen in de kolonies. En eigenlijk gaat het in dit tijdvak, het tijdvak van 1900 tot 1950, om twee mensen die een hele grote rol spelen en die in tijdvak 10 een nog grotere rol gaan spelen, namelijk Gandhi, de meneer die eigenlijk protesteert tegen de aanwezigheid van de Britten in Brits-Indië. En Sukarno, een meneer die steeds populairder wordt in Indonesië en vindt dat Nederlands-Indië, zoals het toen nog heette, onafhankelijk zou moeten worden.
En je ziet dat het verzet steeds groter worden, ook omdat deze mensen zijn gaan studeren in Europese landen, daar te maken hebben gehad met onderwijs wat gaat over vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te stemmen, gelijkwaardigheid. En met die dingen in gedachten wilden deze mensen een einde aan het westers Europees imperialisme. Tot zover deze video. Heb je vragen? Laat het weten. Dan probeer ik ze te beantwoorden. Succes met je eventuele toets en tot de volgende keer.